Hij gaat een van de hoofdrollen spelen in de toneelversie van de Franse filmhit Intouchable. En op dit moment staat hij op de planken met MV in het kwadraat over relaties en liefde. Acteur Huub Stapel uit Tegelen, welkom. We mogen tutoyeren, hè? Ja, ik mag je mot, zeggen. Mot. Oh, en platkallen, Geurdaal. Eerst de rol in Intouchable. De man in rolstoel, Gilbert Platkallen? Nee. Nederlands, goed. Maar je moet in Limburg altijd laten horen dat je nog, dat is nog plat kunt schallen. Ja, daar zijn we wel van overtuigd. Merdelu ongerust, hè? Nou, dat is nergens voor nodig. Ik wil eerst even beginnen bij Intouchable. U gaat de man spelen in de rolstoel. Ja. Voor mensen die de film niet gezien hebben, ruim 2 miljoen mensen hebben hem wel gezien. De mensen die hem gemist hebben, een fragmentje uit Intouchable. On dit non, on les met pas, on reste là. Marcel, on va pas les mettre. On peut arrêter les vannes, là. Hey. Je joue pas là-dedans. Même pour vous. Oh, putain. Oh, le bruit de là. Oh, ça fait du bien, ça. C'est bon, ça. C'est bien. Allez. Je zegt net tijdens het filmpje, je gaat hem ontmoeten. Ja, en ik heb toevallig gisteren gehoord, er is een journaliste van de NRC die hem kent. Die heeft hem geïnterviewd. Hij woont tegenwoordig in Marokko met een nieuwe vrouw en 3 kinderen. En hij heet Philip Pozzo di Borgo. En die journalist heeft contact met hem gehad. En toen heeft hij gezegd dat hij me graag zou willen ontmoeten. Dus dat gaat ergens in augustus gebeuren. Want hij krijgt eerst nog een operatie, een tamelijk zware operatie, heb ik begrepen. Maar dat is wel bijzonder en misschien heel ook nodig ter voorbereiding van die rol? Nou, een aanvulling? Ja, het is altijd goed om zo iemand te spreken. Want ik heb de film natuurlijk een aantal keren gezien. Ik heb zijn boek gelezen. En dat boek is veel uitvoeriger dan de film ooit zou geweest kunnen zijn. Hij heeft bijvoorbeeld fantoompijn. Dat is een heel klein zijlijntje in de film. Maar hij beschrijft zijn eigen pijn op dagelijkse basis op een schaal van 6 tot 10 als 9,5. Dus die man die moet verschrikkelijk lijden. Ja. Hij schat een schat hemeltje rijk. Hij is verwant aan de Rothschilds. Zijn vrouw was een Rothschild. Ze is veel te vroeg overleden. Zijn eerste vrouw. En dus ja, een man die eigenlijk alles heeft. En dat wat hij graag wil hebben, dat heeft hij niet. Nee. Jij gaat hem vertolken, hè? In het toneelstuk Intouchable, de toneelvariant daarvan. De sfeer in die film werd alom bejubeld, wereldwijd zelfs. Hoe is die te vertalen naar het toneelstuk? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik oorspronkelijk dacht dat het een toneelstuk was. En dat het vanaf het toneelstuk dat er een film van was gemaakt. Maar er is eerst een boek geschreven. Nauwelijks opgevallen. Toen heeft iemand het plan opgevat om een documentaire voor de man te maken. En toen is dat filmplan gekomen. Dus dat is eigenlijk een hele andere volgorde dan normaal. En wij gaan de wereldpremière spelen. Dat is dus in nauw overleg met de Fransen. Zij superviseren. En als dat goed gaat en het is naar hun zin, dan gaat datzelfde toneelstuk de hele wereld over. In 2016, hè, dan begint de Nederlandse versie inderdaad, waar jij de hoofdrol in speelt. Ja. 2 miljoen mensen hier gingen naar de bioscoop. Zou je zeggen, volle zalen gegarandeerd al voor dat stuk, hè? Nou, dat weet je niet. Ja, ik vind toneel het leukste wat er bestaat, omdat je er dan live bij zit. Dat is altijd leuk om mee te maken. En het is inderdaad zo dat je een aantal dingen uit die film, ik kan niet in een Maserati opkomen rijden hier in Vrijthof. En een spinnetje maken. Cyril, die mijn verzorger speelt. Dat gaat dus niet. Dus je moet een aantal dingen aanpassen. Maar je kunt ook een aantal dingen dieper uitgraven. Zoiets als die fantoompijn die we niet terugzien in de film, zou natuurlijk perfect zijn om in die toneelversie te verwerken. Bijvoorbeeld. 2016 in ieder geval Intouchable op het toneel. Op dit moment speel je de one-man show MV in het kwadraat, hè, over de relatie tussen mannen en vrouwen. Vanavond sta je in Maastricht. Ja. Heb je door het stuk meer inzicht gekregen in de verschillen tussen mannen en vrouwen? Dat ben je altijd geneigd te denken en je bent ook geneigd dat te zeggen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Toen mijn eigen relatie ging aan barrels. Of dat nou kwam doordat het zo druk was met Mars Venus 1, dat weet ik niet. Maar ja, steeds als je iets denkt te weten, dan komt er iets nieuws, dan komt er iets anders. Dan ontwikkelt een relatie zich anders en dan, ja goed, de dilemma's blijven altijd hetzelfde eigenlijk. Ja, je begint er zelf over, want je bent inderdaad gescheiden, hè, na hele lange tijd van je inmiddels ex-vrouw. Ja. Dat heb je ook verwerkt in het stuk.
Ja, waarom? Dat moet. Omdat het heeft in alle bladen gestaan. Dat was bij Boulevard en Shownieuws en weet ik veel waar overal. Dus als de mensen in het land het weten, dan is het een beetje raar als jij een stuk gaat doen over relaties en over wat die relaties allemaal inhouden. En je benoemt je eigen vertrek thuis niet. Dat maar is dat beetje pijnlijk om over jezelf te praten in zo'n stuk? Nee, dat is niet pijnlijk. Het is moeilijker om de goede woorden te kiezen. Om op een soort evenwicht te vinden tussen wat wil ik wel vertellen, wat wil ik niet vertellen. En vooral genoeg vertellen. Dus niet, mensen weten wat er gebeurd is. Dus ik geef mijn kijk op de zaak. Ik geef ook een beetje de kijk van Rezi op de zaak. En ik vertel genoeg. Niet te veel, zodat het een. Maar ook niet krampachtig, te veel dingen achterhouden. Nee, precies. Ook niet te veel krampachtig dingen achterhouden. Precies. Ben je meer te weten gekomen over vrouwen? Want dat heb je in een eerder interview gezegd. Nou ja, ik ben opgevoed door een hele leuke moeder die ook onderwijzeres was. En die eigenlijk heel oud was toen ze mij kreeg. Die was 43. Dus ik had en een moeder en een oma. Dus ma die leerde ons jongens ook breien. Wij speelden thuis met poppen. We zijn geen van alle nicht of lesbisch geworden. Dus het is ergens goed voor geweest. En dus het had daar in ieder geval geen invloed op. En ik ben blij dat er een soort grote waaier thuis was van mogelijkheden. En ze hebben ook iedereen bij ons thuis, mijn zus en mijn broers, heel erg gestimuleerd om een passie na te jagen. Om dat te worden wat je wil worden. Nou, dat is in ieder geval gelukt, hè, kunnen we stellen als we je cv erop nakijken. Dat is goed gegaan. Je begint zelf weer in het Limburgs, want je woont al ruim 30 jaar in Amsterdam. Maar mensen hoeven niet ongerust te zijn. In Hemel op Aarde, de film, zagen we dat Huub Stapel nog steeds prima Limburgs spreekt. Het is werkelijk niet te geloven wie de jong elke keer weer een misbruik van zich maakt. Dus is wel een pakje sigaretten. Nou, die wijven daar in de gaten. Dat wil ik niet hebben. Kind God, u moest anders straf geven voor de zonde die ik heb begonnen. Nee, zonde is impersoonlijk. Vind je preekje met allemaal mot, hè? Ja. Nou, de eigen zus uit de brand, help oma. Ja, Limburgse film, ook Lies Vissendijk zagen we, hè, Limburgse actrice. Limburg won in oktober 7 gouden kalveren. Limburg werd meteen gezegd als Hollywood van Nederland. Is dat niet erg overtrokken? Nou, daar komt in ieder geval een ongelofelijke hoop talent vandaan. En ik ben ontzettend trots op deze film. In een fantastische regie van Pieter Kuipers. Er is een heleboel talent in Limburg. En ik maak me altijd wijs dat het een beetje te maken heeft met het katholieke. Met de eredienst, met dat wij al een beetje gewend zijn aan theatrale zaken. Ja. Ik bedoel, ik kom uit Tegelen, daar had je de passiespelen vroeger. Toen ik klein was. Op dit moment lopen ze nog zelfs. Ze lopen nu. Ja, ja, ja. Ik had geen tijd om naartoe te gaan, helaas, Tegelen. Toen ik opgroeide, liepen er mensen met lange haar door Tegelen. Dus dat was ze waren in Tegelen hun tijd eigenlijk altijd al ver vooruit. Maar nu wil de provincie een pilot opzetten om Limburgse filmproducties te financieren. Ze willen echt dat Limburg de filmprovincie van Nederland gaat worden. Ja. Wat vind je daarvan? Dat vind ik waanzinnig goed. Want luister, cultuur en kunst in dit land zijn altijd iets om overheen te piesen. Dat doet onze regering ook met grote glans. Die proberen de mensen in het land wijs te maken dat kunstenaars en iedereen die zich met kunst bezighoudt, te lui is om uit zijn ogen te kijken en tot 12 uur in bed ligt te rotten. Maar als ze ervan kunnen profiteren, als ze dus mensen naar het Rijksmuseum kunnen lukken, dode kunst, naar het Van Gogh, ook een dode kunstenaar, als ze dus kunnen binnenharken, Dan staan ze vooraan, die natnekken, zo'n Zijlstra en zo'n Rutte. Dat is echt schandelijk volk, is dat eigenlijk. Dat maar dan doet Limburg, zich schamen. Dus Denemarken provinciebestuur hier bijvoorbeeld wel beter. Nee, maar precies, Denemarken is een land dat is een derde zo groot als Nederland. Mm-hmm. Ze geven een ongelofelijke bak geld uit aan film, aan filmontwikkeling, aan de ontwikkeling van talent. Wat gebeurt er nu? Elke Deense serie die er gemaakt wordt is wereldklasse. Ja. Het gaat de hele wereld over. En ze verdienen tientallen miljoenen per jaar terug. Alleen maar door die eerste initiële investering van, zou het niet wat zijn als we dat hier konden ontwikkelen? Nou, dat begint Limburg nu te begrijpen. Maar de landelijke politiek heeft dat eigenlijk nog steeds niet in de gaten. Mensen komen niet naar dit land om naar DSM te kijken en naar de hoogovens. Mensen komen hier naartoe voor cultuur en voor kunst. Had je carrière er anders uitgezien als het misschien toen al zich meer hier had afgespeeld, toen je net van de academie kwam? Of was je dan toch uiteindelijk naar de Randstad gegaan? Omdat dat toch wel degelijk weet ik. Nou ja, ik heb een screentest gedaan voor Mary Dresselhuis ooit, net na school. Toen kwam het zo dat ik in Harold en Maud zat. En toen ik in Harold en Maud had gezeten, een première in de stad Schouwburg,
toen kende opeens de hele toneelwereld me. En toen zat er een vriendje van Dick Maas in de zaal. En die begon een film te maken, die heette De Lift. En toen zat ik, een jaar later zat ik in De Lift. Zo ging het eigenlijk gewoon verder rollen steeds. Maar nu wil bijvoorbeeld Mike van Diem, regisseur, zijn film is gisteren in première gegaan, hè, Surprise. Die wil een prachtige Sittard, ja, hele goede recensies inderdaad. Ja. Die wil een Sittardstalige film gaan maken, is zijn idee. En het Sittards dialect. Ja. Jij spreekt tegels, maar dat moet het probleem niet zijn. Mag die je bellen bijvoorbeeld voor nog zo'n Limburgse rol? Sterker nog, ik zag hem 2 weken geleden en ik vond het heel spijtig dat ik niet naar de première kon. Want wij hebben onze hond moeten laten inslapen op zondag. Oei. Zondagnacht. En maandag was de première van de Surprise. Dus ik vond het vreselijk dat ik er niet bij kon zijn. Maar Mike is natuurlijk een... Het is een wereldtalent. Die man, die jongen is zo verschrikkelijk goed. Die kritieken zijn ook wel allemaal in alle kranten. Allemaal 4, 5 sterren. Dus als die Limburgse film maakt... Er komt, dan mag Mike mij als eerste bellen. Ook als laatste, vindt ook goed. Eerst vanavond nog MV in het kwadraat in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Veel plezier vanavond bij de voorstelling. Dankjewel. Dank voor de komst. Graag gedaan.